Nou, vertel het maar, de nieuwe trainer van? Heerenveen. Ja? Rick Kruis. Echt waar? Wat leuk. Ja, ik heb één bron, hè. En wie is dat dan, die klein bron? Beetje onvoorbehoud. Nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nou, als het Rick zelf is, zou ik het geloven. Nee, nee, ja, dan zeg oh, ik, ja, dat klopt. Oh, die nog even kunnen bellen. Ja. Wat dom. Ja. Nee, ja, wij denken... Wij inmiddels? Ja, 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 ik geloof hem. Dus wij denken Rick Kruis. Oké. Okay. Dit is een aardige jongen. Ja. Maar zijn vader is ook zo'n aardige man. Ja, zijn wereldgozer. Komt van VVV. Dus geen ja, Van Persen. Zal is meteen verschrikt hier. Rick Kruis, denk ik. Nou, ja, weet jij waar dit nee, 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 ik heb hem niet gehoord. Nee. Van Persie. Nee. Ben je ook geschrokken, Rox, of niet? Rick Kruis. Ja, maar ik wilde juist net vragen. Moeten we daar blij mee zijn? We, hè? Moeten we oh, jij bent in Heerenveen natuurlijk. Ja, daarom. Ja. Ja, nou ja. Ja. Ah, die jongen heeft het goed gedaan ja. Bij VVV. Nou ja, het is een Volpraan is het hout. Die kan je niet meer. Maar die bemoeit zich er nog wel mee. Jawel, ik denk het wel. Volpraan. Volpraan gaat het nog één keer uitleggen.